Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil graag dat het Surinaamse onderwijs in lijn wordt gebracht met de regionale en internationale standaarden. De bewindsvrouwen sprak vanmorgen bij de opening van de driedaagse dialoog, Nationaal Dialoog Onderwijs, waarbij de toekomst van het onderwijs centraal staat. Deze dialoog heeft als doel de hervorming van het lager onderwijs en het VOJ onder de loep te nemen. Verrier, die ook de keynote speaker was, haalde verder aan dat de structuur van het onderwijs veranderd moet worden. Hele wezenlijke vragen in deze reflectie op ons onderwijs. En dat heeft me in elk geval van één ding overtuigd. Geen ad hoc pogingen meer. Met aanbevelingen die we niet uitvoeren. Als we ons onderwijs willen verbeteren, zal een goed fundament gelegd moeten worden dat continuïteit van het onderwijsproces garandeert. En we zullen ervoor moeten zorgen dat het onderwijssysteem wordt ondersteund door een raamwerk van relevante wetgeving. Want zo'n game, waar gaat het om? Je moet raadsels oplossen, puzzels, je moet observeren, je moet logisch denken. Je moet verborgen codes vinden, je moet onderzoek doen, je moet oplossingen vinden binnen een bepaalde tijd. Wat gebeurt er? Je stimuleert je hersenen. Dat is die uitdaging die kinderen zo belangrijk vinden. Je kan ook in teams spelen. Dan vul je elkaar aan om oplossingen te vinden. Collective genius. Je gaat samen brainstormen of wat kunnen we nou doen, hoe komen we eruit. Je gaat elkaar ondersteunen en de verantwoordelijkheid om succes te hebben ligt bij jullie als groep. Onderwijsminister Verrier die aangaf dat door middel van games het brein van kinderen beter ontwikkeld kan worden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons gaf aan dat leren een natuurlijk proces is. Volgens haar weet de leerkracht hoe onderwijs te geven en dat zij opgeleid moeten worden in de psychologie en het bestuderen van het menselijk brein. Simons benadrukt dat de onderwijswetgeving nog dit jaar zal worden aangepast. Dus de nieuwe moeten zijn de beste op school, maar ze moeten het ook willen. De opleiding moet hoog zijn. Voor mij mag iedere leerkracht, of je nou kleuterschool gaat worden of AMS Master in Education hebben. Omdat dan het systeem waar een specifieke regering voor kiest niet zo belangrijk is. U weet hoe u onderwijs moet geven. Niet iedereen die met de kinderen geconfronteerd wordt, hoeft zo'n een hoge opleiding te hebben. Maar iedereen die verantwoordelijk is voor wat er gebeurt met die groep kinderen, moet zo hoog mogelijk in het geven van onderwijs, het menselijk brein en de psychologie worden opgeleid. Wanneer we dat doen, dan geloof ik dat we onszelf hebben gezet op een traject om inderdaad in 10, 20 jaar, want zo lang duurt het voor deze dingen echt helemaal veranderen, een onderwijssysteem hebben wat Suriname gaat ondersteunen in het bereiken van ontwikkelingsdoelen. Minister, de wet. Ik heb u gezegd, ik wacht al 23 jaar erop en we gaan niet langer wachten. We gaan het dit jaar doen. Ongeacht hoe, we gaan dit jaar die onderwijswetgeving aanpassen. Oké? DNA-voorzitter Jenny Simons vandaag bij de opening van de driedaagse dialoog die georganiseerd wordt door het MINOC. Deze dialoog wordt gehouden in de Royal Ballroom van Torarica en duurt tot en met 26 april.